Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuw vlog. Het is vandaag zaterdag 1 augustus 2015 en het is nu 9:30. Ik ben wakker geworden in het mooie Drenthe. En kijk maar hoe mooi het is. Het is super mooi weer. En ik heb net eens geFaceTimed met Daan. Super chill. Ik ga lekker uit bed, ik ga lekker ontbijten. In de zon. En ja, ik krijg jullie wel even mijn uitzicht zien. Want dat vind ik wel heel erg leuk om dat aan jullie te laten zien. Want gisteren hebben jullie het wel gezien in het donker. Kijk, dit is mijn uitzicht. Daar zit de snackbar. Daar. En ja, het is gewoon heel mooi hier. Met allemaal steentjes op de grond. En whatever. En ik ga nu ook. Hier heb ik geslapen. Ik ga voor mijn bed staan. Kijk hoor. En dit is mijn achterzicht. Zeg maar, als je gewoon voor die gordijnen dicht. Open. Zo, dan ga ik weer mijn bed af. Ik ga lekker ontbijten. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Ik ben in de badkamer en ik ben met mijn zusje. Mijn zusje is de haar aan het stylen. Dit is een outfit of the day. Ik heb dit shirtje aan van Cool Cat. Mijn broekje komt ook van de Cool Cat. Mijn riem ook. Van H&M. Kom mijn riem en geen schoenen, maar even shoppen. Dit is de outfit of the day van Quinty. Fans, spannend. Volgens mij van de Only. Die heb ik in Frankrijk gekocht. Superstars en douche van de trein. Maar ik denk dat ik het aan ben. Yay! Dus dat is leuk. We gaan vandaag een dagje naar passen. Dat ik voor mijn verteld in het vorige beeld. En ondertussen loopt mijn neef op de achtergrond te chillen. En we staan hier in de badkamer. Echt super chill. En ik ben even aan het kijken hoe Quinty haar haar gekruld. Moet nog uitgeborsteld worden, want nu is het een rooi donders krul. Yay! Dus dat. En heel leuk die badkamerdag. Kijk dit mooie douchegordijn. Grapje. Ja, heb je lekker geslapen, Quinn? Ja hoor. Wat? Ja hoor. Jij? Ja, wat ga je vandaag allemaal kopen in de stad? Ja, ik wil nieuwe schoenen. Ik weet niet, ja, maar dat is bij de Zara. Moet ik even kijken of ze een Zara hebben in Assen? Ja. Even kijken. Doe het toch aan. Doe het toch aan. Doe het jij eventjes. Oké, ik ga even kijken of er een Assen een Zara zit. Want mijn zusje had hele leuke schoenen gezien bij de Zara. Zie? Het waren van die Valentino-achtige schoenen. Dus die, ik ga even op internet kijken. Handig hè, wifi in het huisje. Even kijken. Doe, 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 doe. Quinn? Ja? Wat denk je zelf? Nee. Jawel. Hè? Ja. Nee. Er zit een Zara in Assen. Super chill. En ook een H&M en de Bijenkorf. Dus we gaan lekker shopping vandaag. En ik heb en ik ben weer lekker in de badkamer. Dus ja, Quinn is nog bezig met haar. Ik moet zo meteen ook nog wat aan dit doen, mijn haar. Het lijkt niet of ik niet heb gedaan vandaag. Dus ik ga lekker mijn haar even doen. En op de achtergrond zie je Quinty. Ik ga lekker even chillen verder. En dan spreek ik jullie zo weer. Dus oh ja, we tot gaan vandaag naar de bingo. Yeah, buddy. We gaan lekker winnen. Nee, grapje, we gaan niet winnen. Maar we are going to our hometown bingo. En ik riep bingo. Ik had helemaal geen bingo. En nu iedereen mag hier het ook. Oké, we gaan lekker naar de bingo straks om 7:30. Tot 10. En hopelijk winnen we wat. Oeh. Oh, ik heb echt nu de rode donders. Oké. Ik zie jullie zo. We zitten nu in de auto onderweg naar Assen. En ik ben mijn zus nog steeds. Ze is hier. En ja, we gaan lekker even winkelen. We rijden nu zeg maar hier zo langs een soort van bos of veld, whatever.
En daar verder zit het spoor. We kunnen nog steeds geen DVD kijken. Maar goed, dat even terzijde. Het is nu 5:30. En we gaan lekker de stad in. Even lekker nieuwe dingetjes kopen en zo. Nou, daar staat wat Assen. Dus, dat is wel chill. En dan zie ik jullie zo weer. Zijn dus in Assen. Kijk. Jongens, ik heb mijn auto ook maar geregeld. Waar moeten we heen? We zijn er. Waar moeten we heen? Oh, we moeten door daar. Door dat gangetje. En volgens mij zit daar ook de Action. Want we gaan een voetbal kopen. Hè, Mike? Ik ben niet zelfverzekerd. Dus dat wordt leuk. Ik heb er zin in. En we gaan nu even daar de Action lopen voor een bal. En daarna gaan we nog even de stad in. Dus ik zie je zo weer. Ik ben met mijn zusie. En we staan bij de ING. We hebben net lekker gewinkeld bij de Action. En we gaan nu verder lopen naar de HEMA. Want we moeten een klok hebben voor mijn opa. Een wekkertje. Superleuk. En Assen is echt een hele mooie stad. Super chill. Wat? Hij gaat een foto bommen. En dit is Karel. Die komt in mijn vlog. Ja, dat wordt een bijzondere vlog. Je komt in mijn vlog. Gaan we hier in? Mam, gaan we hier in? Ja. Kijk, nou, dit is een winkelcentrum. Ja. Superleuk, met bijzoek Brigitte. Superleuk. En ik spreek jullie zo. We zijn weer onderweg naar het huisje. We zijn lekker geslaagd. Ik heb even wat geshopt. En we rijden nu langs de Doevenkamp, langs een kapper. En we gaan nu even naar de supermarkt om wat eten te halen. Voor vanavond of whatever. Ja, ik ben aardig geslaagd. Ik heb shampoo, wat ondergoed en wat snoep. En dat laat ik allemaal thuis aan jullie zien. Behalve ondergoed, want dat is heel erg awkward of whatever. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Zien wat ik heb gekocht. Als eerste kocht ik deze frozen milk chocolate met vanille smaak. En ik was wel heel erg afgeleid door Olaf die erop stond en door deze twee meisjes die erop stonden. En deze was maar 99 cent. Toen kocht ik de limited edition Twix, maar we kennen ze allemaal, gewoon normale Twix. Maar dit was met de smaak cappuccino en die wilde ik ook wel eens een keer proberen. En toen was ik bij de Co-op, dat is een supermarkt, kocht ik als eerst deze rijstewafels met melkchocolade, deze chocolademelk en een fles Coca-Cola vanille. En in dit zakje zitten mijn onderbroeken, maar die laat ik jullie niet zien, omdat het gewoon, dat vind ik gewoon niet gepast voor op internet. En voor de rest heb ik niet echt heel veel gekocht. Die Twix die was 1,26 €. Die chocomel was 90 cent. Die cola was 1,93 €. En deze was ook zoiets. Dus dat ga ik lekker in mijn kast doen. Want dan heb ik lekker weer een voorraadje aan voedsel. En dan heb ik ook gewoon cola en chocomel. Dus dat is wel chill. Wat ik nu ga doen is, ik ga heel even een vlog kijken. En van Monica Geuze of zo. En vanavond gaan we naar de bingo. En daarna gaan we nog even voetballen. Want we hebben een voetbal gekocht bij de Action. En ik hoop echt dat jullie mijn zomervakantie vlogs leuk vinden. Ik film ze sowieso met veel plezier. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus misschien ook wat sfeerbeelden, weet je wel, van buiten, whatever. Laat het even weten. Dan ga ik ermee aan de slag. Ik tweet zo meteen wel eventjes over. Mijn bed ligt ook wel heel erg lekker. Ik heb gewoon een beetje, ja,
alles neergezet hier op mijn bed. En ik heb weer een leuke thumbnail gemaakt. En die hebben jullie vast wel gezien. Ik denk dat ik hem even aan jullie laat zien. Want mijn mobiel is nog in mijn tas. En hij is bijna leeg. Dus ik ga hem even opladen. En als hij weer helemaal opgeladen is, dan laat ik hem even aan jullie zien. De thumbnail. Maar jullie hebben hem al gezien toen jullie deze video aanklikten. Dus dat. Wat ik nu ga doen is denk ik dat ik mijn telefoon even ga opladen en video ga kijken. Of eventjes een uurtje of zo ga slapen. Want ik ben best wel een beetje moe eigenlijk. En dan na de voetbal ga ik heel even nog alvast de vlog editen. Want meestal doe ik dat altijd de avond als ik gewoon niks meer doe. Zeg maar film ga kijken of zo. Dat is niet heel interessant. Dus ik ga lekker mijn telefoon even pakken. Dit opruimen. Dat even opruimen. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Yo. Mike. You can do this. Schiet zo hoog mogelijk. Ah, kut! Nee! Godverdomme, ik kan ook echt niks meer. Het is lekker aan het voetballen. Ik ben met mijn neef aan het chillen. En daar is de bal. En mijn zusje is hier. Zeg eens hoi. Hoi. En we gaan voetballen, want we hebben zeg maar daar het huisje. En we hebben hier hebben we een veldje waar we lekker kunnen chillen met... Kan je van zomaar? Ja, zo. Met van die... basketbal dingen. Superleuk. En we hebben twee van die doeltjes daar zo. Dus dit is zeg maar ons privé sportterrein. Ik ga nu even een foto maken van Quinty, want dat wil ze heel graag. Dus naar de bingo. We gaan lekker bingoen. Het is nu 7:30 bijna. Over ongeveer 20 minuten is het 7:30. En we gaan lekker bingoen. Lekker een prijsje winnen. En het is letterlijk 2, of namelijk nog niet eens 1 minuut lopen. Zeg maar hier, waar de bingo. Ja? Oh, moet ik weer daarheen? Het is letterlijk daar. En we gaan lekker bingo. Lekker een prijsje in bemachtigen. En hier is ons huisje. We hebben huisje nummer 11. En kijk, opa pakt dat. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik slaap daar. En ik zie dit uit mijn raam. Kijk, Quinty met de patat. En we gaan lekker bingoen en we zien het allemaal wel welke prijs we winnen. En als we een prijs hebben gewonnen, dan zie ik jullie, dan zie je het in de vlog. We gaan lopen, dus super chill. En mijn vlogcamera gaat natuurlijk ook mee. Dus Quint, loop nou even door, man. Dus we gaan lekker een prijsje winnen, hè, Quint? Tot zo. We zitten bij de bingo en we zitten bij de bingo. Dus. Dat is al, hè? Tot weer terug vanaf de bingo. Het was superleuk. We hebben in totaal 4 prijzen gewonnen. Een blender. Een soort van jar ding waar je gewoon 3 liter drank in kan doen. Een soort van bier met borrelnootjes. En een schaaltje met borrelnootjes. Waar zeg maar een schaal. 2 schaaltjes van die kleine schaaltjes borrelnootjes. En dan een dienblad. En ik lig weer. Ik ga zo meteen lekker weer mijn bed in. Ik ga de vlog editen. In mijn joggingsbroek. Ik denk dat ik het even aan de keukentafel... Ga editen, even mijn telefoon gaan checken of zo. En ja, ik ben echt kapot. Ik heb gewoon hoofdpijn. Echt, is niet normaal. Ik ga zo meteen lekker mijn bed in. En bij deze sluit ik gewoon lekker de vlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei!